Het eerste wat ik hartstikke fijn vind is dat er flink debat is over een onderwerp als dit. Dat betekent dat het leeft, dat mensen zich erin verdiepen, ermee bezig zijn en met ideeën komen. En ideeën worden altijd beter als je er met z'n allen mee bezig bent. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat dan verder wil uitwerken. Kavish Partiman van het CDA had ook een aantal punten. Die zit ook vooral op de grote particuliere verhuur. Dus ik zeg tegen de Raad en tegen de coalitiepartners, kom met alle aanvullingen om de plannen beter te maken. Want ik ben het helemaal met Chris eens dat het eerste, no regret voor iedereen, of je nou een klein beetje isoleert of helemaal je hele huis suf isoleert, is altijd goed. En tot en met label B is het eigenlijk kostenneutraal. Dus een heleboel mensen kunnen bij hun bank €10.000 erbij lenen. Krijgen ze van ons wat, afhankelijk van wat ze doen, is er bij het Rijk ook nog wat te halen. En dan kan je al een heel eind met dat isoleren aan de gang gaan. Nou, dan betaal je misschien op je hypotheek een tientje in de maand meer. Sommige mensen kunnen dat niet leien, maar een heleboel mensen wel. Nou, die mensen, hup aan de slag.